Ja, dan zijn we dan weer met een nieuwe NEC-update na de oefenwedstrijd tegen RKC hier in Waalwijk. Er werd 2 keer 35 minuten gespeeld. Uitslag 0-1 met een doelpunt. Ja, kijk, een kopgoal van Bram Nuitink. Ja, fijn dat hij toch zijn eerste doelpunt dan weer te pakken heeft. En dat naar een intensief en zwaar trainingskamp. Maar dat moet goed voelen voor Bram. Voelt heel lekker. Het is ook mooi dat het uit de corner is. Goede bal van Lassen, dus prima. Verwachtingen zijn gelijk hoog nu, want je hebt gescoord. Ja, dat zegt hij. Ja, ik zei, ik weet niet of dat heel goed is. Ik denk dat het alleen maar goed is. Dus goed om weer even lekker op het veld te staan tegen goede tegenstander. Ja, en dan scoor je een goal. Ja, dat, soms raak je zo'n balletje wel eens. Maar prima. Ja, want hoe bevalt het zo de eerste weken, deze week op trainingskamp geweest? Ja, heel goed. We hebben hard gewerkt. We hebben vooral slim gewerkt. En dat vind ik wel echt goed. Want je ziet vaak clubs in de voorbereiding die gaan zich suf rennen, krijgen veel blessures in de voorbereiding. En daar moeten wij wel slim mee zijn, want we hebben geen hele grote groep. Dus we moeten daar slim in zijn. De trainer doet dat heel goed, samen met de physical coach. En daar zijn ze ook heel duidelijk in naar ons. Dus we werken echt wel echt hard. We werken heel slim en goed. Dus ik denk niet dat we te veel overbelast moeten worden. Want we hebben te weinig spelers om dat nu te kunnen veroorloven. En ook zoals je vandaag zag, heb je gewoon een paar spelers die in het veld kunnen komen. Dus ik denk dat we echt wel een goede week achter de rug hebben. Wat me wel opviel, ik vind je fit. Ja, dat hoop ik wel. Nee, ja, ik heb me goed voorbereid en eigenlijk altijd hetzelfde. Dus ik voel me goed, ik voel me fit, scherp. En je moet het nu wel echt gaan opbouwen. En wat ik net al zeg, dat zijn we goed aan het doen. Dus ik hoop dat we daar gewoon week per week gewoon weer echt stappen in kunnen maken. Hoe bevalt die samenwerking met Jasper dan weer? Ja, heel goed. Ik vind het altijd fijn om met Jasper te spelen. Ik heb daar altijd een hele goede band mee. Zoals vandaag. Ja, je ziet ook, Jasper is gewoon een betrouwbare keeper. En ik vind dat hij topkwaliteit heeft. Ik vind dat hij een van de betere keepers van de Eredivisie is. Dat heeft hij altijd al laten zien. Dus ik vind dat echt heel fijn om met Jasper achter me te spelen. Ja. Ja, dan zijn we natuurlijk ook benieuwd naar de reactie van trainer Rogier Meijer. Wat vond hij van deze oefenwedstrijd? Nou ja, het is sowieso fijn om een goede wedstrijd te spelen. En volgens mij ging het gelijk op. Maar is het wel lekker dat je dan winnend hem afsluit. Ja, je zegt goede wedstrijden. Neem even mee, wat vond je positief opvallen vandaag? Nou, sowieso is het natuurlijk een heel ander tempo dan vorige week tegen Dio. Dus dan zie je ook, de groep is nog niet zo groot. Dus dan moet je ook een paar keuzes in maken. Na een wat lastig begin vond ik dat we aardig voetbalden. Een aantal goede mogelijkheden creëren. Een aantal keren goed druk gezet, denk ik, voorop. Dus dat zijn dingen die we meenemen en maken een goede goal. En hadden het er zeker nog wel eentje kunnen maken. Ja, en dat was er gisteren nieuws, hè? Want we hebben weer een nieuwe speler. Er is er weer eentje toegevoegd aan de selectie. Nou ja, hij moet nog komen in ieder geval. Robert González is de naam. De Spanjaard die op meerdere posities kan spelen. Maar hij is toch wel een beetje gehaald voor die nummer 10 positie. Trainer Rogier Meijer legt uit. Ja, Robert González, die bij Alaves speelde, daar speelde hij vanaf de rechterkant aanvallend. Maar ook regelmatig of vaak eigenlijk op 10. En eigenlijk ook zijn beste wedstrijd op 10 gespeeld. Dus dat zou in eerste instantie zijn positie, daar moet hij voor knokken. Maar het is fijn dat je iemand hebt die verschillende posities kan spelen en die kwaliteit gaat toevoegen. En dan is de grote vraag nog, ja, gaat hij en heeft hij zijn laatste wedstrijd gespeeld in het shirt van NEC? Dan heb ik het natuurlijk over Tafsan. Nou, zelf wilde hij er niet te veel over kwijt, maar we vragen het dan maar even aan de trainer. Ja, dat weet ik niet, moet ik heel eerlijk zeggen. Daar ga ik niet over, maar het gaat natuurlijk gewoon om dat de juiste bedragen op tafel komen. En als dat gebeurt, dan denk ik dat de kans groot is dat hij gaat. Maar tot vanochtend was dat niet zo. Nou kreeg ik nog de vraag, zouden die echte een beetje Nijmegenaren nou ook nog iets met die Vierdaagse doen? Wij, als spelers? Ja, dat denk ik wel, toch? Ga je nog even dan de stad toch in? Of? Jawel, zeker wel. Want ik heb, hoe lang ben ik al niet bij de Vierdaagse geweest? Dat is wel echt, ik denk al 10 jaar geleden of zo. Dus ik ga wel eventjes even kijken in de stad, even een paar vrienden zien. Mijn familie, mijn broers, die gaan ook daarheen. Dus ik ga er wel even een beetje rondlopen, ja. Ja, dan hoorde ik ook vroeger hier wat Nijmegenaren van, ja, zit er dan ook nog ruimte in om een beetje de Vierdaagse te gaan volgen? Hoe zit dat bij de trainer? Voor mij zit er weinig ruimte in, moet ik eerlijk zeggen. De spelers gaan wel dinsdagmiddag naar de Vierdaagse met z'n allen als teamactiviteit. En wij werken gewoon rustig door, maar ik wens iedereen heel veel plezier.
Ja, dit was hem dan weer, de NEC-update voor dit moment. We gaan de Vierdaagse week in. Dus op RN7 veel te zien ook over de Vierdaagse. Maar als er nieuws is rondom NEC, dan zal ik dat vermelden op mijn Twitter-account. En op mijn Insta zul je nog wat extra video's zien. En we zijn er heel snel weer met een nieuwe NEC-update. Graag tot dan.